De analoge test, ik vond het persoonlijk zelf een hele leuke opdracht, omdat voor het eerst eigenlijk een beetje ingave wordt gegeven in wie nou wie verdenkt. Hier worden dus echt vakjes aangekruist, dus weet je ook echt precies wie wie verdenkt. En dus kan het ook interessant zijn op wie Anke zat, want dat is dan waarschijnlijk de mol niet. Nou, Anker zegt in de aflevering dat ze de test heeft ingevuld op Ranomi en op Soy en zette één Joker in. En ze zei daar specifiek bij dat ze neigde naar Ranomi. Dus we kunnen er bijna van uitgaan dat ze het merendeel van de vragen op Ranomi heeft beantwoord. Misschien een klein beetje voorbarig, maar ik denk dat we Ranomi hiermee wel kunnen afstrepen als mol zijnde. Even om dat rijtje af te maken. Daniel verdenkt Jurre. Ranomi zit nog altijd op Soy. Soy verdenkt Ranomi en Jurre. En Jurre verdenkt nu opeens Daniel, terwijl die in de vorige aflevering nog bijna alles op soi inzetten. En dat zien we wel vaker dat de mol opeens switcht van zijn schaduwmol en opeens een andere kandidaat verdenkt.